Goed, dan wil ik iedereen van harte welkom heten. Mijn naam is Mark van der Meijden. Ik ben hoogleraar in aardwetenschappen aan de Universiteit Twente. En deze sessie wordt samen met een paar van mijn collega's georganiseerd. En die zal ik zo introduceren. In het kader ook van ons Centrum voor Rampenweerbaarheid, wat wij op de faculteit Geoinformatie, Wetenschappen en Aardobservatie van de Universiteit Twente hebben geïnitieerd, wat als een kenniscentrum fungeert op dit gebied. Deze sessie gaat, zoals mijn collega, voor degenen die er vroeg bij waren, al aangaf, van over hoe we wetenschap naar de praktijk kunnen brengen. En we hebben vandaag twee sprekers die daar een beetje inzicht voor zullen gaan geven om wat denken te stimuleren, misschien wat reacties bij jullie op te roepen, die we straks in een maximaal vijftal stellingen, afhankelijk van hoe de discussie verloopt, gaan we proberen jullie reacties op die presentaties, die duidelijk wat schetsen voor de toekomst, die wat misschien wat conflicten laten zien over de manier waarop we met dingen met klimaatverandering onder andere om kunnen gaan. En daarvoor hebben we twee sprekers. De eerste spreker die we zo meteen gaan zien is Gerard van der Steenhoven. Gerard is directeur van het KNMI. De hoofddirecteur van het KNMI moet ik geloof ik correct zeggen als formele titel. Maar hij is ook een professor in meteorologische en klimatologische rampenrisicoreductie op het ITC. En daarmee ook lid van het Center voor Rampenweerbaarheid, Center for Disaster Resilience. In Engels klinkt toch makkelijker dan in het Nederlands. Dat klinkt toch altijd weer vreemd. En de tweede spreker is professor Victor Jetten, professor in natuurlijke gevaren en rampen en risicomanagement op het ITC. Ook gelieerd aan het CDR, maar ook vice-decaan onderwijs. En ik denk dat daar de link ook naar onderwijs is. Dat we willen kijken hoe kunnen we de wetenschap die wij in ons kenniscentrum hebben ook brengen naar de praktijk. Daarmee zou ik eigenlijk zo snel mogelijk het woord willen geven aan Gerard voor een korte introductie op voornamelijk klimatologische onderdelen van het probleem. Gerard. Dankjewel Mark en goedemiddag iedereen. Ja, ik vind het heel plezierig om iets te vertellen over klimaatverandering. Kijk, ik denk dat we allemaal, als we gewoon de krant lezen en bezig zijn met ons werk, realiseren dat het klimaat verandert. Dat is niet nieuw. Maar het aardige is dat de wetenschappelijke achtergrond daarvan, wat er allemaal bestudeerd wordt van het klimaat, dat daar toch steeds elke paar jaar weer flinke stappen in worden genomen. En wat ik de komende 10 minuten wil doen, is aan de hand van het bekende IPCC-rapport, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, wat afgelopen augustus is verschenen, eigenlijk in een paar slides jullie wat nieuwe highlights over de inzichten rondom klimaatverandering vertellen. Maar, volgende slide graag. Ik wil beginnen met het en doorklikken, want ik wil ook de tekst erbij hebben. Ik zie dat die er anders niet in zit. Met iets wat we denk ik allemaal de afgelopen zomer ervaren hebben, hoe klimaatverandering dichtbij kan komen. Met de watersnood die in Zuid-Limburg en eigenlijk ook in het Eifelgebied en de Ardennen heeft plaatsgevonden. Wat daar gebeurde, en dat zie je eigenlijk op dat zeg maar, meteorologische plaatje rechtsboven. Daar zie je eigenlijk dat er een buiencomplex, wat op zich wel vaker in de zomer voorkomt, dat 48 uur op dezelfde plek bleef hangen. En het nieuwe inzicht is dat we denken dat wel vaker gaat voorkomen door klimaatverandering. Dat zo'n enorm complex langer blijft hangen, met het gevolg dat er dus een enorme hoeveelheid neerslag viel, 180 mm. En dat er met name in Duitsland veel doden zijn gevallen, een enorme hoeveelheid schade is. En we zien ook, en dat staat dan rechtsboven in die tekst, dat dit soort dingen veel vaker voorkomen. In ieder geval veel vaker dan vroeger. Het blijft een uitzondering. En aan het begin wil ik dan toch altijd de vraag stellen van ja, baseer je nou dat hele verhaal van klimaatverandering op iets, en dat zie je daar rechtsboven, wat eens in de 400 jaar gebeurt? Nee, die aanwijzingen zijn veel sterker. Dat is de volgende slide. Dan zie je eigenlijk het traditionele startpunt om uit te leggen hoe ernstig klimaatverandering onze planeet beïnvloedt. Dan zie je rechts twee satellietplaatjes van de ijsbedekking van de Noordpool in 1984 en 2016. En dan zie je hoeveel kleiner die ijsvlak, het witte oppervlakken wat je ziet, hoeveel kleiner dat geworden is. Dat is zoiets als 4, 5 keer de oppervlakte van Frankrijk. En als je dat, volgende plaatje, als je dat wetenschappelijk netjes in een grafiekje zet, daar links, dan zie je dat eigenlijk in september, wanneer de ijsbedekking het kleinst is, dat de ijsbedekking gemiddeld zo'n 40% kleiner is
dan 30 jaar geleden. En dat is nogal wat. Daarom weten we zeker dat we echt sprake hebben van een stijgende temperatuur op onze aarde. En de nieuwste inzichten, volgende slide graag, Victor. Die zijn afgelopen augustus samengevat in het zogenaamde IPCC-report. En waarom is dat nou zo belangrijk? We weten allemaal, wetenschappers publiceren papers in bekende vaktijdschriften. Dat is allemaal prima. Maar wat IPCC doet, die vat de kennis op dit, in dit geval van klimaatverandering, eens in de 7 jaar samen in dit soort rapporten. En daar worden alleen de beste publicaties, waarvan iedereen overtuigd is dat het juist is, samengevat. Dus dit is een soort super peer review, zou je dat kunnen noemen. En daar wil ik nou een 3-4-tal resultaten van laten zien. Het belangrijkste staat hier tegelijk rechtsboven. Daar zie je de bekende plaatje van de opwarming van de aarde. Hè? Dus ten opzichte van 1850, dat is dan op 0 gezet. Dat zie je op de linkeras. En hoeveel warmer is die aarde geworden? En de zwarte kringenlijn is dan de feitelijke opwarming, die nu al iets van 1,1, 1,2 graden hoger is dan 150 jaar geleden. Dat wordt dan vergeleken met die groenige band en die oranje-achtige band. En in de groenige band zijn alleen de gewone effecten van een zogenaamde El Niño, vulkaanuitbarsting, meegenomen in de theoretische berekening, de modelberekening. Terwijl in de oranje-achtige band ook het effect van de opwarming van de aarde is meegenomen. Dat wil zeggen door de uitstoot van CO2. Ja, en je ziet, dat is in overeenstemming met de data. En daarom is de eerste en belangrijkste conclusie van IPCC: er is geen twijfel meer mogelijk. De opwarming van de aarde hebben wij zelf als mensheid gedaan. En dat is heel, heel stevig, veel steviger dan ooit tevoren. Dus dat is ook voor de politici heel makkelijk, jongens. Dus we hoeven het niet meer over te discussiëren. We hebben het gewoon zelf gedaan en we moeten het zelf oplossen. Wat betekent dat nou voor de toekomst? En dat is hier rechtsonder. Nou, dan gaat men allerlei, hè, dus een schaal van 1950 tot 2000 of 2100. En dan gaat men scenario's maken hoe het klimaat zich zou kunnen ontwikkelen. Maar wat nou bijzonder is, of je nou het meest optimistische scenario zeer laag, dus dat we heel snel stoppen met CO2-uitstoot, of heel pessimistisch daarbovenaan, de eerste 10 jaar gaan we door hetzelfde parcours. En dat komt omdat de CO2 die je hebt uitgestoten, die blijft heel lang in de lucht hangen. Dus die kunnen we er nu al niet meer uithalen. En dat betekent, tweede belangrijke conclusie, dat de 1,5 graad limiet, die gaan we in het begin van de 30 jaar passeren. Dus over 10 jaar, zeg maar. En ook dat is iets waar we gewoon rekening mee kunnen houden. Volgende slide graag. Dan is iets wat ook samenhangt met de verandering van het klimaat, de toename van extreem weer. De hele atmosfeer wordt warmer en dan krijg je meer hittegolven, je krijgt meer zware buien, je krijgt meer droogtes. En die heeft men op deze manier samengevat in dat belangrijke internationale rapport. En wat men doet is, men neemt iets extreems, dat is dan de linker kolom in deze figuur, van hoe het vroeger was, een hittegolf eens in 10 jaar. En in het huidige klimaat, en dan moet je middenin bij het getal 2,8 kijken, komt hij dus al bijna 3 keer vaker voor in hittegolf dan in 1850. En die 1,5 graad in de 30 jaren, dan wordt het 4 keer vaker. En wat we willen voorkomen, dat is daar bij 4 graden, is dat het bijna 10 keer vaker wordt. En hittegolven, kan het niet genoeg benadrukken, zijn het meest dramatisch voor de samenleving. Want hittegolven leidt onmiddellijk tot verhoogde dodenaantallen. En tot verhoogde sterftecijfers, en dat moeten we echt zien te voorkomen. Nou, vergelijkbare plaatjes zijn er voor de toename van neerslag, die hier links zijn samengevat in het blauw. En voor droogte, ook dingen waar we ernstig rekening mee moeten houden. Maar je ziet de waarde van het rapport. Het geeft getallen waar je echt wat mee kan. Volgende slide. En het volgende, eigenlijk alweer het laatste voorbeeld wat ik wil laten zien, is de zeespiegelstijging. Daar hebben we ook allemaal mee te maken in een laaggelegen gebied als het onze. En dat is hier uitgedrukt. Dat laat ik zien met een plaatje van Antarctica. Waarom? Antarctica is eigenlijk het belangrijkste continent dat leidt tot zeespiegelstijging. Als het ijs daar smelt, dan glijdt dat de zee in en gaat de zeespiegel omhoog. En als je dat dan in een plaatje ziet met die mevrouw daar van 1950 tot 2100... dan zie je dat diezelfde scenario's, die kunnen tot een zeespiegel, afhankelijk van of we ons best doen, 50 centimeter of 100 centimeter leiden. Maar wat je ook ziet, en dat is iets nieuws, is dat er nu naar die hele zeldzame scenario's worden gekeken. Dat is de stippenlijn die wat hoger gaat. Dat is als een deel van West-Antarctica, dat is dat rode stukje, die rode staart van Antarctica aan het plaatje links. Als die onverwacht snel zou afsmelten, dan gaan we al naar de 2 meter aan het eind van deze eeuw. Maar dat is altijd ingewikkeld, want de kans erop is heel moeilijk te berekenen. Maar je weet wel, als het gebeurt, dan ben je de sigaar, om het zo maar even uit te drukken. En vandaar dat het zo belangrijk is om hierop te studeren. Volgende slide. Omdat het een korte presentatie is, vat ik het hier eigenlijk al tegelijk allemaal samen in wat belangrijkste doelen. Die ga ik hier niet herhalen, die kun je lezen. Ik wil er nog alleen 1 ding uitpikken.
uit dat lijstje. En dat is het op één na, het ene laatste bolletje, geen zichtbare effecten in 20 jaar. Want dat heb ik nog niet verteld. Waarom is het nou zo belangrijk? Als we beleid gaan maken, of dat nou in de regio Zwolle is, of voor Nederland of de hele wereld, dan moet je realiseren dat op korte termijn er niet zoveel gebeurt. We zullen extreem weer blijven ervaren, de temperatuurstijging blijft doorgaan. Dus dit is echt een investering in toekomstige generaties. En daarom is het zo'n belangrijke conclusie die IPCC heeft getrokken. Bedenk, wat je ook doet, het zijn effecten die zich pas over 20 jaar gaan manifesteren. Dat ontslaat ons niet van de plicht nu al te doen. Maar het is in termen van communicatie naar de samenleving heel belangrijk om dat uit te duiden. Want anders kan je een enorme weerstand krijgen. Ja, we zijn zonnecellen aan het gebruiken. We zijn bezig om ruimte voor de rivieren te creëren. En er gebeurt niks. Nee, dat gebeurt pas over 20 jaar. Een volgende slide die gaat over de vertaling van dit rapport voor de Nederlandse situatie. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat dat IPCC-rapport is een hele technische taal geschreven. En ook nog een beetje met politieke compromissen erin. Dus daarom heeft het KNMI dit vertaald in een brochure die ook voor iedereen beschikbaar is. Ik zal straks een website laten zien. Waar al deze zaken nader worden uitgewerkt en ook toegepast op wat het voor onze Nederlandse regionale situatie betekent. En dan pak ik er één in die me voor Zwolle het meest interessant leek. En dat is puntje 9, het stedelijk klimaat, de volgende slide. En ik doe het gewoon even heel kort, want anders grijpt de voorzitter zo in. Maar dan zie je dat we eigenlijk al best veel weten wat er gebeurt in het stedelijk klimaat. Hoewel het absoluut een onderwerp is waar we nader willen onderzoeken. Het hitte-eilandeffect is misschien wel het belangrijkste. Dat als er zo'n hittegolf is, dat een stad tot wel 7 graden warmer kan zijn dan de regio eromheen. Bomen planten helpt een klein beetje. 10% meer bomen, 3/10 graad Celsius minder warm. Maar luchtcirculatie, en dat is veel minder bekend, helpt veel beter. Als je weet de luchtstromen door je stad goed te organiseren, dan kun je 1-2 graden winnen. Maar voor de neerslag maakt een stad of daarbuiten weer weinig verschil. En daarom wil ik afsluiten met een neerslagplaatje op de volgende slide. Ik heb er daarna nog één, Mark, dus schrik niet. En dat gaat over de toename van zomerse hoosbuien. Want dat is natuurlijk iets waar je ook als stad, als regio, enorm veel last van kan hebben. En hoe gaat dat nou? Dan laat ik hier een plaatje zien rechts van de herhalingsfrequentie. Hoe vaak komt het voor? Hè? Dus helemaal rechts, dat zijn buien die komen eens in de 10 of 100 jaar voor. En verticaal staat hoeveel neerslag er dan terechtkomt. En de kleurtjes zijn eigenlijk steeds een decennium. In blauw is het de jaren zeg maar, tussen 1950 en 1990. En dan geel is weer 10 jaar later. Oranje is tussen 2001 en 2010. En rood is de curve van de laatste 10 jaar. En wat je dus ziet, is dat zeer zeldzame buien, zoals eens in de 100 jaar of zo, die worden heel veel intenser. Die gaan van 40 naar 80 millimeter per dag. En dat is natuurlijk wel echt iets waar daar kunnen de meeste rioleringssystemen niet aan. En de zware buien van vroeger, van 40 millimeter, die komen 10 keer vaker voor. Dus dit is echt iets waar we rekening mee moeten houden. Dat het gebeurt niet zo vaak, maar als het gebeurt, krijg je zo'n enorme bui met grote gevolgen over je heen. Nou, wat kun je eraan doen? Dat is de volgende slide. Je kunt van alles doen. Je kunt natuurlijk om te beginnen zorgen dat je CO2 gaat reduceren. Je gaat betere dijken en waterbuffers bouwen. Maar wat wij op het KNMI ook doen, omdat je nooit alles kunt voorkomen, dat is een betere waarschuwingssystematiek. En dat zie je hier uitgewerkt. Je ziet zo'n radarplaatje hier links. Dat zou het weer van gisteren of morgen kunnen zijn. En dan zie je dat we eigenlijk dat weer heel gedetailleerd kunnen volgen. Daarom hebben onze Duitse collega's al weerwaarschuwingen per postcode gemaakt. En je ziet het kleurtje dat kan verspringen per subregio in Duitsland. En dat kan je dan weer gebruiken om op maat gemaakte waarschuwingen te maken van, nou, ik doe nu een activiteit met ouderen, dan stel ik zwaardere grenzen aan de zwaarte van het weer dan wanneer je een hardloopwedstrijd van 20-jarigen hebt. Dus je stelt een drempel in en dan kun je dus op maat gemaakte waarschuwing krijgen. Dat zijn de ontwikkelingen waarmee je dus ook in termen van, er komt gewoon extreem weer, laat ik het voorkomen, de situatie, de risico's, en de schade kunt voorkomen. Nou, daarmee wil ik afsluiten. Daar heb ik nog een slotslide die Victor nu zal laten zien. Met de website waarop dit klimaatsignaal, zoals dat heet, met de vertaling van het IPCC-rapport naar Nederland te vinden is. Ik denk niet dat je het zo kunt klikken, maar dan schrijf het maar even over. Je kunt ook zo naar de KNMI-website en dan kun je het zo downloaden. Dit is tot slot
slechts een tussenrapport, want we zijn bezig om dit nog weer verder uit te werken. En over 2 jaar komt er weer een set nieuwe scenario's voor Nederland, die in ieder geval door organisaties als Rijkswaterstaat en de waterschappen zeer intensief gebruikt worden om betere berekeningen te maken voor de toekomst. Hier wil ik het bij laten. Dankjewel, Mark. Prima, super. Dankjewel, Gerard. En ik denk dat iemand van de organisatie zometeen vast wel in staat is om die link even te kopiëren in de chat, zodat iedereen die meteen beschikbaar heeft. En mocht dat langer duren, dan kan je er misschien zelf er zo ingooien, Gerard. We komen straks eventjes terug naar de vragen. Die wil ik even tussen de stellingen doorgaan doen die we zometeen hebben. We hebben net een stukje gezien over de grootschalige processen en de veranderingen die gaan komen. Maar we hebben natuurlijk ook een stuk over hoe we met elkaar in het landschap omgaan als er wat gebeurt. En Victor Jette, hoogleraar dus in voornamelijk ook op overstromingmodelleringen. Gaat even kijken hoe nou die praktijk werkt. Wat zien we nou bij overstromingen? En hij gaat een mooie verschil maken tussen wat er in Kampala gebeurt en hoe wij in Nederland hiermee omgaan. En daar gaan we straks ook over die manier van omgaan met rampen. Gaan we straks ook in een aantal stellingen over doorpraten. Wat nou de beste stappen zouden zijn die wij in Nederland zouden kunnen gaan zetten om die geschetste problemen van Gerard met meer regenval, meer intens, misschien ook langer, hoe we daar met elkaar mee om zouden kunnen gaan. En dan voornamelijk ook in de regio Zwolle. Dus daarbij het woord voor Victor. Dankjewel, Mark. Ben ik goed te verstaan? Ik check dat even. Ja, goed. Zo. Nou, het ITC doet veel onderzoeken buiten Europa. Met name in Afrika en Azië. En dit is een verhaaltje over een onderzoek wat we gedaan hebben in Kampala. Maar er zijn echt wel wat parallellen, ook met het verhaal van wat Gerard net verteld heeft. En ook vanochtend in de chat kwam een aantal keren 2 dingen terug eigenlijk. Van hoe maken we nou die stap naar de bewoners? Hoe brengen we kennis over? Hoe activeren we bewoners? En de andere is, dat werd eigenlijk meer als grapje gezegd, onze Belgische zuidenburen zeggen van geen beleid zonder calamiteit. Maar er werd toch wel gezegd van zoiets als Limburg deze zomer heeft ons wel op scherp gezet. Waardoor het allemaal weer op het netvlies staat en minder theoretisch is. Nou, dit is een plaatje van Kampala. De regenbui die dit veroorzaakte is ongeveer gelijk aan, nee, is wel iets minder dan wat in Limburg gebeurde. Maar het zijn vergelijkbare hoeveelheden. Dan sla ik dit even over, omdat Mark dat allemaal al gezegd heeft. We hebben een project gedraaid in Kampala voor de UN Habitat. De UN Habitat is de UN-organisatie die gaat over stedelijke ontwikkeling en met name op het gebied van sloppenwijken. En ze hebben ook een Climate Change Initiative. Dus ze zijn al een tijdje bezig van wat betekent klimaatverandering nou voor Afrikaanse steden. En ze wilden van Kampala graag weten, kunnen we een geïntegreerd develop a strategy and action plan for improved and integrated flood management. Dat viel op ons bordje, dat zijn we gaan doen. En als je dan gaat kijken, wat is er dan aan de hand in Kampala, dan zie je eigenlijk vergelijkbare hoeveelheden regen, zoals onze stresstest in Nederland, voor de steden is 63 mm in 24 uur. Daar zit bij ons een herhalingskans op van 1 op de 10 jaar. En dat is heel gevaarlijk dat we dat zo benoemen, want 1 op de 10 jaar dat betekent dat er een 10e kans is dat het dit jaar gebeurt. Dat betekent niet dat het 1 keer in de 10 jaar gebeurt. Het kan. Het is een kans. Nou, in Kampala is die kans 1 op de 2 jaar. Dus kruis of munt, wordt het dit jaar, je flippe coin, het wordt of weer ellende dit jaar of niet. Het zijn overstromingen waar wel slachtoffers bij vallen. Een aantal, een paar steeds. Het is vooral dat de hele stad iedere keer ontregeld raakt tot een bepaalde, tot een bepaald niveau. En de stad heeft gekozen, en dat is ook wel een grappige, zeggen ja, wij kunnen helemaal niet alles voorkomen, daar hebben we de middelen niet voor en de kennis niet voor. Wij hebben een plan waarbij we uitgaan van, we willen een kans van een bui met een kans van 1/10, dus 110 mm is dat, daar willen we nog veilig voor zijn. En als het erger wordt, ja, dan hebben we pech. Dus zij hebben als het ware voor zichzelf niet een 100% beschermingsdoel, zoals wij in Nederland lijken te hebben. Ze hebben gezegd, nou, dit vinden wij, ja, dit proberen wij en dit is een acceptabel risico. En daarbuiten, ja, dan moeten we meer doen. En zij moeten heel veel geld lenen al van de Wereldbank om dit mogelijk te maken. Nou, je ziet dus wat plaatjes. Wat wel interessant is, dat dingetje rechtsboven, dat is dus een van de grote afvoerkanalen. En dat is helemaal vol met huisvuil, omdat het vlak naast een markt zit. Dus dat blokkeert eigenlijk alles. En het schoonmaken en het vergroten van die kanalen, dat zie je rechtsonder, dat is een van de dingen die gebeuren. Dus dat wil men eigenlijk vooral, het drainagesysteem verbeteren. Nou,
Waarom is het eigenlijk zo'n probleem in Kampala? Ja, er is klimaatverandering, met name in de temperatuur. Maar in de neerslag, in dit deel van de wereld, zie je eigenlijk grote onzekerheid. Je ziet hier die bandbreedte daaronder. Maar je kan niet heel duidelijk zeggen dat die neerslag nou erger wordt of meer variabel. Het is variabel en dat zal voorlopig wel zo blijven. Het is niet heel duidelijk, een lichte toename. Maar de stad groeit enorm. Het is een van de sneller groeiende Afrikaanse steden. Maar er zijn er veel meer die dit laten zien. Je ziet hier een serie satellietbeelden. En van een dorpje in de jaren 70 is het een hoofdstad nu van enkele miljoenen inwoners met een groeipercentage van 3-5% per jaar. En dus zie je dat rampen nemen toe. Maar niet zozeer omdat het probleem van de overstroming erger wordt. Het aantal slachtoffers neemt simpelweg toe en het gebied dat overstroomt neemt toe. Dus als je een ramp wordt gedefinieerd, niet alleen maar door de ernst van de neerslag of de overstroming, maar ook door de gevolgen. En in dit geval zijn er steeds meer kwetsbare mensen in een steeds groter groeiend gebied. Dus ook dat veroorzaakt een toename in de effecten van zo'n ramp. Nou, deze stad heeft helemaal geen gegevens. Er zijn natuurlijk wel heel veel satellietbeelden en daar zit ITC heel sterk in. Dus je haalt uit allerlei bronnen haal je informatie bij elkaar en het is wel heel mooi dat die bronnen steeds gedetailleerder worden. En dus hebben we eigenlijk bijna voor ieder plekje van de wereld eigenlijk heel erg gedetailleerde informatie en dat kunnen we ook samenbrengen in modellen. Nederland is extreem goed in zijn digitale informatie, hè? De ondergrond, de bovengrond, alles is hier beschikbaar, maar dat is in de meeste landen niet zo. En daar heb je dus, ga je dus van satellietbeelden uit en globale databronnen. En je kent dat wel van Google, hè, van Google Earth. Als je daar ooit op kijkt, dan heb je dat soort plaatjes als hier op de achtergrond. Nou, hoe ziet er dat uit? We hebben dan overstromingsmodellen, die draaien dan op een gegeven moment. Dat gaat tegenwoordig eigenlijk heel erg snel. Je kunt in een dag of zo genoeg informatie bij elkaar krijgen. En dan kun je de stad dus ook van advies dienen. Welke gebieden overstromen, tot hoever. En waar kun je eventueel, hè, die witte puntjes, dat zijn knelpunten doorlaten, culverts die niet groot genoeg zijn, dan zijn ze nu aan het vergroten. Dus ja, daar kun je dus wel technisch en ook wat betreft effecten, kun je daar heel veel uithalen. Toch was dat eigenlijk lang niet genoeg. Want een van de dingen die wij ons realiseerden tijdens het werk in Kampala was dat mensen zelf ontzettend veel doen. Want de overheid kan nou eenmaal niet zo heel veel doen. Ze hebben niet de middelen en de kennis. Dus je ziet allemaal eigen werk. Hè? Linksboven, die meneer heeft gewoon, of zijn mevrouw heeft zijn deur dicht gemetseld. En dan zie je aan de moddersporen hoe hoog het water af en toe komt. Maar dan gaat het in ieder geval niet zijn kamer in. Er zijn mensen die bouwen dijkjes. Er zijn wijken die hele drainagesysteempjes aanleggen, vaak met behulp van NGO's. Watertonnen worden gemaakt om regenwater op te vangen. En die troep in die afvoerkanalen, die wordt dan in verschillende wijken organiseren de bewoners zich en die maken dan 2 keer per jaar zo'n kanaal schoon. En dan de stad helpt eigenlijk door hen van de materialen te voorzien. Maar dit is puur citizen adaptation, zeg maar. De mensen organiseren zichzelf. Want die zien ook dat de overheid niet snel genoeg hieraan kan doen en die zijn zelf aan de slag gegaan. En dat komt omdat zij eigenlijk iedere 2 jaar hiermee te maken hebben. Dus er is een enorme inzicht in wat er nou precies gebeurt. En dat is ook het grote verschil met Nederland. Wij weten dit simpelweg niet, omdat wij onszelf heel goed beschermd hebben. En als het gebeurt, dan kijken we naar de overheid. Want ja, zo zijn we ingericht. Een overheid doet gigantisch zijn best. Maar je ziet toch een soort kloof, dat bleek ook wel vanochtend in de discussie, dat mensen eigenlijk helemaal geen idee hebben van wat er nou precies zou kunnen gebeuren. Als je dan, wat we ook hebben georganiseerd, is een aantal discussierondes tussen alle stakeholders. En dan zie je eigenlijk dat de vraag van de mensen in die overstroomde gebieden, die lag heel anders dan bescherm ons. Want zij hebben een soort van manier om met die wateroverlast om te gaan. Je ziet ook wel dat eerste plaatje bij de opening. Iedereen scheurt gewoon met zijn auto en zijn brommer door die water heen om op weg naar werk en naar de markt en zo. En wat bleek nou een van de grootste dingen die zij graag zouden zien, is huisvuil en afval. Dat die overstroming, dat niet zo'n ziekteverwekker zou worden. Dus men wilde heel graag veel meer hulp bij het schoonhouden van alles. Zodat als er een overstroming is, dat niet al die extra ellende met zich meebrengt. En ze hadden organisatie nodig. Dus zij wilden zelf wel van alles doen, maar ze hadden gewoon hulp in de organisatie daarvan nodig. En zo zie je dat als je eenmaal gaat vragen wat mensen willen, dat was best verrassend, want we gingen er toch wel van uit dat men in de eerste plaats droge voeten wilde hebben.
Maar men wil dus heel graag allerlei andere dingen. En ik denk dat dat toch ook voor Nederland nog steeds een vraag is, dat je informatie ook kunt ophalen bij mensen. En zeggen, maar wat zou je willen dat er gebeurt als dit en dit, zoiets aankomt? Dus je ziet eigenlijk dat er verschillende manieren van adaptatie zijn. Op stadsniveau daar was eigenlijk een beetje een kentering gaande. Ja, hopelijk mede door ons onderzoek. In het nieuws komen de overstroomde gebieden. En dat zijn sloppenwijken waar mensen eigenlijk semi-legaal wonen. Dus was er toch een beetje de sfeer, ja, had je daar maar niet moeten gaan wonen. Eigen schuld, die gebieden overstromen. Maar eigenlijk was de oorzaak van die overstroming bovenstrooms. Want die heuvels, die zijn compleet dichtgebouwd met eindeloze rijen huizen met van die golfplaten daken. Dus daar kwam heel veel meer runoff, heel veel meer oppervlakteafstroming vanaf, die overstromingen verergerden. Dus de oorzaak zat eigenlijk niet in de gebieden waar de overstroming plaatsvond. En dat was nog helemaal niet zo duidelijk voor de stadsbestuur. Er was zelfs een heel verkeerd beleid ruimtelijke planning, want daar was helemaal geen aandacht voor overstromingen. Er werd gezegd, we gaan zoveel mogelijk van die open ruimte dichtbouwen, want we hebben een dure water- en elektriciteitssysteem aangelegd, dus we willen zoveel mogelijk aansluitingen. Dus we gaan niet grote open ruimtes mogelijk maken, terwijl dat een van de grote oplossingen is in de stad. Hou die groene ruimtes, want de doorlatendheid van de bodem is heel hoog. Dus je kunt heel veel van die regen wegvangen door gewoon infiltratie mogelijk te laten zijn. Op inwonersniveau ging de aandacht helemaal niet zo uit naar preventie, maar men wilde juist veel meer richting sanitatie en ziektes en afval. En er was een hele grote bereidheid tot meewerken, maar dat was niet zo goed. Het organiseren daarvan was best wel moeilijk. Hè? Die bewonersgroepen wilden wel, maar hadden hulp nodig bij de organisatie. Dus dat was toch wel vrij verrassend voor dat project, omdat we daar redelijk technisch instapten. Maar door die drietal rondes van discussies kwamen we toch wel tot hele andere inzichten. Nou, dan neem ik even een stapje naar Nederland. Plaatje van Valkenburg. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet helemaal naar de copyright van dit soort plaatjes gekeken heb. Om ze dan niet al te lang te geven. Nee, dit is de laatste slide. Dit is de laatste slide, Mike. Je ziet niemand op straat. Dat is natuurlijk wel. Maar wel in Kampala gaat het leven als het ware door. We hebben een extreem hoog niveau van preventie. De organisatie is in handen van de overheid. Er is eigenlijk heel weinig besef bij bewoners wat er eventueel kan gebeuren. We zijn immers 100% beschermd, denkt iedereen. Dus er is ook niet. Het verschil is wel. Of er is eigenlijk. We hebben allebei heel veel gezond verstand. Mensen in Kampala zowel als in Nederland. Dus er ontbreekt ook. Er breekt niet echt paniek uit. Maar ja, in Nederland weet men toch niet heel goed wat er gedaan moet worden. En ik denk dat voor allebei geldt dat we toch ook wel veel meer aan voorlichting moeten doen. En veel proactiever, vanochtend werd gezegd, over scholen erbij betrekken enzovoort. En hier een opmerking die een beetje controversieel klinkt. Maar een aantal mensen geloven nou eenmaal niet in klimaatverandering. Ook al vindt die plaats. Maar dat maakt eigenlijk nog niet eens zoveel uit. Want deze overstromingen komen gewoon voor. Of er nou klimaatverandering of niet is. Alleen gaan ze vaker voorkomen. Dus het is sowieso slim om daarop voorbereid te zijn. Dus dat bedoel ik eigenlijk met deze laatste zin. Nou, dat is mijn verhaaltje. Even een uitstapje naar Afrika. Dank je, Mark. Dank je wel, Victor. Nou, er komen al twee dingen een beetje op. Er wordt al gevraagd, wat moeten we nou en hoe communiceren we nou over klimaatverandering? En een beetje, hoe willen we daarmee omgaan? En we zien wat voorbeelden hoe wereldwijd dat gebeurt. Daar zou ik eigenlijk twee korte discussies over willen hebben, die hopelijk ook een beetje wat over de vragen die spelen misschien in langs kunnen komen. En de eerste vraag, ik zal hem ook eventjes, de stelling is, omdat de effecten van klimaatmitigatie op ons klimaat nog 20 jaar op zich kunnen laten wachten, zoals Gerard heeft laten zien, moet elke gemeente veel aandacht aan publieksvoorlichting besteden om de klimaatawareness te bevorderen. Daar hoor je al in de verhalen een beetje van, ja, daar kunnen we verschillende insteken in nemen. En wij horen graag jullie reacties op deze stelling. En dat mag of via de chat. Je mag ook unmuten en een hand opsteken en dan kan je het gewoon met ons delen. Ja, iets om die, heb jij die tekst om... Ik heb de tekst in de chat gegeven. Oh, dank je. Goed zo. Hij staat in de tekst, mensen. Hij staat in de chatbox. Is daar iemand die daarop zou willen reageren?
Victor geeft al aan van, nou, misschien moeten we het helemaal niet over klimaatverandering hebben, we moeten het alleen maar over het effect hebben. Gerard geeft toch duidelijk aan van, nou, misschien moet dat juist wel gebeuren, want het echte effect gaat nog komen en daar moeten we mensen wel op voorbereiden, ook al is het nog niet direct zichtbaar. Hoe denken jullie daarover? Overheden moeten het hele verhaal vertellen, oproepen tot participatie en samen optrekken. Waar bestaat het hele verhaal dan uit, Sipke? Als ik dat goed uitspreek. Je moet ook gewoon... Je mag wat mij betreft unmuten en praten, ja. Praten. Is het inmiddels gebeurd dat ik geunmute ben? Ja, we horen je. Ik reageer echt op de stelling. En dat is dan van dat we de publiekscampagne vooral moeten richten op dat klimaat. Awareness. Ik denk, ja, het gaat alleen maar over een stukje van het hele verhaal voor mij. Dus dat sluit aan bij die 20 jaar. Alles wat we nu doen heeft niet direct effect. Dat doen we vooral ook een deel. Dus later gaan we daar effecten van zien. Dat is een onderdeel van het verhaal. Maar ook de samenhang der dingen, hè, dus klimaatverandering, hoe dat overal zijn impact heeft. Dat het niet alleen maar gaat over het dingetje waar de burger dan direct denkt invloed te hebben van het weer verandert. Nee, er veranderen ook andere dingen. De natuur verandert of in de landbouw is een transitie nodig. Of, dus dat noem ik maar eventjes het hele verhaal. Daar moeten we vooral, denk ik als overheden, daar hebben we nog heel veel over te vertellen. De wetenschap die doet de Ze stinken er best voor om daar steeds meer kennis op te vergaren. De overheden hebben denk ik een rol in om inderdaad dat verhaal ook bij de samenleving te brengen. Net zo goed als de wetenschap daar zelf ook voor is. Maar wel in zijn totaliteit, in zijn complexiteit. Niet om het onnodig ingewikkeld te maken, maar wel om te duiden van het is niet hier op de knop drukken en dan daar morgen het effect hebben. Nee, het effect zal op veel plekken er zijn en dus inderdaad ook nog eens een keer een niet direct instant resultaat, maar vertraagde resultaten. Ja. Dus dat Johan. Is maar even het hele verhaal. En ja, ik zie Johan met een perspectief daarop komen die wat meer weg wil van de rampverhalen en doemscenario's. Ja, de nudging aanpak, ja. Misschien kunnen zien. Zou die willen toelichten, Johan? Wat is jouw insteek erin? Ja, volgens mij is al gebleken in heel veel andere rampen, zeg maar, als je maar steeds hebt hoe erg het is, hoe vreselijk het is, dat je mensen niet in beweging krijgt, omdat mensen dan denken, nou ja, wat kan ik doen? Het gaat niet helpen als ik in beweging kom, dus je moet mensen vooral perspectief geven. En dat wil niet zeggen dat je het rampscenario helemaal nooit mag vertellen, maar je moet denk ik vooral nadruk leggen op wat mensen zelf kunnen doen en ook wat mensen zelf kunnen bijdragen, makkelijker maken. Helder. Matthijs, ik zag dat jij je hand had opgestoken. Ja, dankjewel. En ik denk dat dan een goed standpunt is om die mensen in Nederland duidelijk te maken dat we dus niet 100% beschermd zijn. Want wat je dus ziet in dat voorbeeld van Afrika, is dat de mensen daar weten dat ze niet 100% beschermd zijn. En zij gaan dus zelf aan de slag. Dus ik denk, nou, als je dat ook in Nederland naar voren zou kunnen halen, hè, dat we dus niet 100% beschermd zijn, dat mensen ook daardoor zelf, dat misschien op gang komt. Ja, dat was nog één van onze stellingen. Daar kom ik zo graag nog heel even op terug. Dank dat je die alvast hebt gedaan. Ik ga nog heel even naar Stan, want die had zijn hand al omhoog op dit onderwerp. Ja, ik zit hier namens de gemeente Kampen. En Kampen is misschien vergeleken met de rest van Nederland een wat unieke locatie, omdat wij we hebben een opzetbare kering langs de IJssel. Kampen is een vrij overstromingsgevoelige gemeente. En doordat we die opzetbare waterkering hebben, hebben we ook een hele grote groep vrijwilligers, de Hoogwaterbrigade, in de stad wonen die met z'n allen die kering opzetten zodra er hoogwater dreigt. En wat dat betreft is het bij ons iets anders als in mensen zijn zich al lang bewust van overstromingsrisico en hoe ze moeten handelen in calamiteiten. Dat schuurt bij mij ook een beetje met de stelling. Ik denk dat het niet meer nodig is om mensen bewust te maken. En ik denk eerlijk gezegd dat dat ook een beetje iets is wat vooral in de jaren 90 en in de jaren 0 heeft gespeeld in Nederland. Waarin we echt hebben gezegd van nou, we moeten nu gewoon beter bewust gaan worden van het overstromingsrisico, van de mogelijke calamiteiten die plaatsvinden.
En dat we die fase eigenlijk al voorbij zijn wat betreft overstromingen. En dat is wel waar we het nog vaak over hebben. Waar we veel meer aandacht aan moeten besteden is thema's als hittestress. Droogte, bodemdaling, dat zijn een beetje de onzichtbare kanten van klimaatverandering die op dit moment nog veel minder naar voren komen. Zowel in de media als op professioneel gebied. En ik denk dat dat zijn de thema's waar we echt aandacht aan moeten besteden. Nou, dat was een andere stelling die wij hadden. We krijgen een keuze waar we zo kunnen voortborduren. Ik ga nog één reactie hierop en die is van, ja, ik heb daar geen naam bij, maar dat is met iemand met iPad 2. Je bent nog gemute. Nog even unmute. Ja. Sorry, dankjewel. Ik ben een collega van Stam, ook uit de gemeente Kampen, Tineke de Nooi. En ik sluit eigenlijk aan het eerste deel helemaal bij mijn collega. Want we hebben in die zin een unieke situatie. Heel veel mensen zijn betrokken bij die hoogwaterbrigade. En daardoor is dat bewustzijn is hoog. Tegelijkertijd worden wij de hele dag vandaag eigenlijk geconfronteerd met what if. Hè? En dan wordt die situatie van die waterbond, zoals die maar heet, die wordt eigenlijk getransponeerd naar wat als dat onze regio zou gebeuren, wat als dat onze stad zou gebeuren. En ik vind dat eigenlijk wel een hele krachtige. Dus ik vroeg me af, moeten we dat ook niet wat vaker doen om mensen nog meer bewust te maken, maar ook bewust te maken van wat moet je doen? Zijn we daar voldoende op ingericht en weerbaar voor om in eerste instantie goed te kunnen handelen als je dat overkomt? Dan heb dat ik was een vraag die... Ja. Ik krijg een seintje dat we nog 5 minuten hebben. Ja, ik ga heel snel door naar een... En voordat we bepalen wat we kunnen doen, moeten we ons misschien eerst afvragen, dat was een van onze stellingen, bij het plannen van aanpassing in de stad naar aanleiding van het veranderende klimaat moet er meer aandacht uitgaan naar extreme hitte dan naar extreme neerslag. Dat zijn natuurlijk twee extremen in termen van acties die je onderneemt. Waar vinden jullie dat de nadruk naartoe moet uitgaan? Want ik hoor beide verhalen hoor ik langskomen. Dus misschien dat we even kunnen kijken van, wat vinden we dan? Waar moeten we op werken? En dan gaan we even kijken hoe we dat als maatschappij willen doen, nog in de laatste 3 minuten. Heel kort, wie heeft er een bijdrage? Stan. Ja, nou kom ik een beetje met een dooddoener hoor, maar dit is natuurlijk heel gebiedsspecifiek. In het algemeen zou je kunnen zeggen dat in stedelijk gebied hitte een groter probleem is dan extreme neerslag. Simpelweg omdat stedelijk gebied nou eenmaal de plek is waar je te maken krijgt met hittestress. Maar dan nog verschilt het wel weer ontzettend per gemeente, per stad. Kijk, ik heb Kampen net genoemd. Kijk, in Kampen hebben we ontzettend veel oppervlaktewater in stedelijk gebied. Dus bij ons is wateroverlast veel minder aan de orde dan bijvoorbeeld in een gemeente als Zwolle. Ik woon zelf in Zwolle. En Zwolle heeft gewoon veel meer gebieden, de oude versteende wijken, die heel gevoelig zijn voor die wateroverlast. Dus ja, als ik in Zwolle zou werken, zou ik haast zeggen van, begin maar met die wateroverlast en de hittestress komt later wel. Maar ja, bij ons in het kamp is dat weer andersom. Dus het is heel moeilijk om hier één eenduidig antwoord op te geven. Ja. Mark, dat sluit ook wel aan bij een discussie vanochtend. Er is niet one size fits all. En grote landelijke plannen moeten aan de onderkant zeg maar genoeg flexibiliteit hebben om gewoon lokaal initiatief te stimuleren en daarop in te kunnen spelen. Want daar zie je alle grote verschillen ineens. Ja, nou laten we dan even kijken naar een laatste stelling die we nog in de laatste paar minuten kunnen doen. Over hoe willen we nou beschermen en hoe resilient of weerbaar willen we nou zijn? We zien al vrij snel dat in Nederland, Victor schetste dat heel duidelijk, 100% beschermen betekent ook dat mensen niet zo heel resilient zijn. Op het moment dat er iets gebeurt, moet er al overal in het nieuws komen van, ga nu niet 112 bellen, want we zijn zo in paniek als er iets gebeurt, dat we eigenlijk niet meer weten wat we moeten doen. En we gaan naar het noodnummer voor levensbedreigende dingen. Heel typisch denk ik voor een 100% beschermde maatschappij, waar de populatie niet zelf meer weerbaar is. Waar moet de balans zitten tussen weerbaarheid of het beschermen van je infrastructuur? Wie heeft daar een gevoel voor waar die grens moet liggen? Moet die liggen waar die nu ligt voor Nederland? Of gaan we meer naar Kampala, waar we met water tot aan het middel toch alweer met het schoteltje door de straat lopen om alle dingen te verkopen die we toch elke dag weer nodig hebben?
We moeten vooruit naar vroeger. Maar hoe was het vroeger dan, Johan? Nou, heel, het is net even hoe ver je teruggaat. Maar vroeger was met name de bevolking, de mens zelf, verantwoordelijk voor een groot deel van zijn eigen veiligheid. En ik denk dat we daar de goede dingen weer van terug moeten halen. Plus dat we vroeger ook veel meer dingen samen deden. En al die samen dingen, dat zijn nu weer bedrijven geworden. Maar ook dat samen en dat voor jezelf. Ik denk dat dat belangrijker is. En dat niet de overheid vadertje staat, zeg maar. Niet degene is die alles voor ons regelt. En dan bounce ik meteen een klein beetje terug naar de hele groep. Van zijn wij in staat nog om als individu voldoende aanpassing in onze ingerichte landschappen te creëren, te maken, dat we een verandering kunnen bewerkstelligen als individu en met meer zelfredzaamheid? Of zijn we zo gereguleerd dat we dat station voorbij zijn? Ik zie wat mensen knikken, die mogen ook best vrolijk een bijdrage leveren. Ook er kwamen wel mooie voorbeelden voorbij. Groene tuinen, hè? Dus zorgen dat je als je water, als je in een situatie ligt van overlast, loost dat niet allemaal op het riool. Hè? Dus mensen kunnen wel, zijn vaak wel heel erg begaan met hun eigen straat. Ja. En kunnen daar heel veel in tekenen. En de pilots daarvoor waren enorm succesvol in Zwolle, ja, heb ik begrepen. Nou, je ziet inderdaad, het kwam net al door de tuinie streets en de tegelwippen. Ik zie ook wel zelfredzaamheid, naberschap, nadruk leggen. Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Mark, mag ik iets aan toevoegen? Ik denk dat het belangrijke van zelfredzaamheid, eigen actie, daar word ik een mooie voorbeeld van kampen, maar in wezen ook mensen die zonnecellen op hun dak leggen, die een warmtepomp aanleggen, et cetera. Het belangrijke daarvan is dat daarmee maak je het voor jezelf concreet, maar je creëert ook draagvlak voor die dingen die alleen maar op rijks- of gemeenteniveau kunnen gebeuren. Je kunt niet als individu een ruimte voor de rivieren realiseren of hogere waterkeringen gaan maken. Dat vereist ingrijpen of nieuwe regelgeving over CO2-reductie. Maar door die combinatie van eigen initiatieven creëer je die bewustwording en dat draagvlak, waardoor het ook logisch is dat de overheid dat soort maatregelen neemt. Ja, en dan denk ik dat we mooi af kunnen sluiten met een uitspraak van Janneke, die al had aangegeven dat zij even niet hardop kon praten, maar wel een hele mooie afsluiter maakt hier, dat op het moment dat je meer bewustzijn creëert over de omgeving waar je in bevindt, en dan maak ik hem even af, en daarin ook handelt met wat jij doet in je omgeving, dat het past in het grotere beleid, maar ook je eigen verantwoordelijkheid nemen en bewustzijn wat jouw keuzes voor invloed hebben, denk ik dat je daarmee een eerste stap zou zetten. Dus dan terug naar de eerste. We moeten dus inderdaad wel meer awareness creëren. Is het misschien niet van de rampen en alle doemscenario's, dan wel mensen helpen zich bewust te worden van de omgeving. Ik wil iedereen heel erg danken. We zijn stiekem 1 minuut over tijd gegaan. Iedereen dank voor de input. Het was een hele leuke discussie. Ik wens jullie allemaal heel veel plezier in de volgende workshop, die over 4 minuutjes gaat beginnen. Dank jullie wel.